namens Panorama om André Rieu een prachtige prijs te geven. Wat zeg je? Wij komen namens Panorama, het tijdschrift, om André Rieu een prachtige prijs te geven. Ja, daar is telefonisch contact over geweest, maar daar is helaas geen gelegenheid voor. Is hij thuis? Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Oké, maar is er niemand die in zijn plaats even de prijs in ontvangst wil nemen? Helaas niet, nee. Dat is duidelijk. Ja. Ja, dankjewel. Oké, dag. Dat vind ik wel weer veel, ja. Had je maar de schoonmaker gestuurd of weet ik veel wie. Dit was wel heel resoluut. Dit was wel heel resoluut. Doen we dat? Kijk dat toch. Dit wil je van niet hebben. Ja, dat weet ik wat. Maar er is helemaal niemand. Is er ook niet iemand van... U zet mij dat toch niet over? Nee, ik ben alleen hem aan het filmen. Nee, ik ga u niet filmen. Nee, nee, maar niet. Hij is een man. Nee. Maar bent u een buurman? Nee. Werkman? Nee. Maar hoe weet u dan dat hij er niet is? Oh, je komt ik werk hier. Ik werk wel bij de firma. U werkt in de firma? Heeft u in een crimineel verleden of zo dat u niet filmen wil? Ja. Of waar? Ja, serieus. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, ik hou er gewoon niet van om op film te gaan, dus niet zo akelig. Maar gelukkig hebben we een plan B. We gaan André en jou hier voor de deur zitten. Heb jij geen lijm in de auto of zo? Ik heb het thee. Ik heb het thee, goed. Ik denk als we nu de paus verkozen hadden tot man van het jaar, dan waren we al lang bij hem. Hadden we al bij de koffie gezeten en dan hadden we een interview gedaan. Dat is makkelijker geweest. Dan was het helemaal goed gekomen. Ja. André de Jeu is gewoon... Te groot. Is te groot. Voor mensen om te bevatten. Ja. Kijk, Limburgers presteren in de regel heel weinig. Hè? Ik denk dat dat wel een van de redenen is waarom dat hij die prijs ook zo verdient. Hè? Want Limburgers zijn per definitie niet ambitieus. Hè? Die zijn ook nooit serieus over niks. Ze hebben een minderwaardigheidscomplex. En mijn ondertussen buitengewoon goede vriend André heeft eerder een meerderwaardigheidscomplex dan een minderwaardigheidscomplex. Ik sta wel heel erg voor lul, hè? Ja, je staat voor lul. Ja. Maar ja.